Een dopingmysterie dat al 33 jaar boven het Nederlandse schaatsen hangt, is eindelijk opgelost. Na het Europees kampioenschap Allround van 1985 verdween er een koffertje met urinestalen van onder meer Yvonne van Gennep en Ria Visser. Volgens een direct betrokkene is het koffertje gestolen door toenmalig bondsarts Rob Pluimers. Ingewijden ondersteunen zijn verhaal tegenover de Volkskrant en andere tijden sport. Volgens betrokkenen kon hij dit maar met één reden doen. Het voorkomen van een positieve test. Heel goed, heel mooi gereden. Hoe kan het dat we het verleden jaar nergens waren en nu ineens is daar dan de doelbraak? Nog geen jaar na de mislukte Olympische Spelen in Sarajevo verrassen Yvonne van Gennep en Ria Visser met de tweede en vierde plaats op het EK in Groningen. Ineens staan ze daar in de top van het klassement. Die avond worden de prestaties gevierd in de studio bij Mart Smeets. Bij mensen die goed presteren, alsjeblieft Yvonne. Hartstikke bedankt. En Ria, de vierde plaats is veel waard. Jongens, hartelijk bedankt. Maar op diezelfde avond gebeurt er elders in het land iets geks. Een man meldt zich bij het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen en doet alsof hij namens het dopinglaboratorium een koffertje met urinestalen komt ophalen. De portier pakt het koffertje uit de koelkast en geeft het aan de man. Maar de volgende dag meldt de echte laborant zich voor het koffertje bij het ziekenhuis. Pluimers zegt dat hij op de avond van de diefstal waarschijnlijk een hersenbloeding heeft gehad, waardoor hij zich niet kan herinneren of hij het koffertje heeft gestolen. Hij ontkent dat hij van Gennep en Visser doping heeft toegediend. Yvonne van Gennep en Ria Visser zeggen geschokt te zijn door de uitkomst van het onderzoek. Ze ontkennen ooit doping te hebben gebruikt. Lees door over het verdwenen koffertje op volkskrant.nl.